Als je tegenwoordig een moderne auto koopt, dan is de kans heel groot dat er een ingebouwd navigatiesysteem in zit. Hartstikke handig natuurlijk, maar ja, niet iedereen rijdt in een moderne auto. En zelfs in een wat minder nieuwe auto, dan zie je toch vaak dat er geen navigatiesysteem in zit. Dus wat kan je dan doen? Nou, je koopt misschien een TomTom. Of wat veel mensen doen, je pakt je telefoon, je klikt hem in een houder en gebruikt dan je telefoonsoftware om te navigeren. Dat is natuurlijk niet helemaal ideaal, want het schermpje van je telefoon, ja, het is niet zo groot. En die software is er ook niet voor gemaakt om gebruikt te worden tijdens het rijden van een afstandje. Nou, in deze punt beeld gaan we daar een oplossing voor bouwen in de vorm van een kastje dat Android Auto ondersteunt. En Android Auto is een speciale modus van Android, waarbij als je je telefoon aansluit op een systeem dat het ondersteunt, een extern scherm, krijg je een speciale versie van de interface te zien. En die versie is speciaal gemaakt om te gebruiken tijdens het autorijden. Hij is een heel stuk simpeler. Je kan eigenlijk alleen maar bellen, navigeren en audio luisteren. Je notificaties worden gemute. Het werkt met hele grote knoppen. Kortom, het is helemaal toegespitst om veilig te kunnen gebruiken tijdens het autorijden. Daar gaan we dus iets voor maken. Dat doen we op basis van een Raspberry Pi en het officiële Raspberry Pi touchscreen. Je kan dit ook heel uitgebreid doen en compleet inbouwen in je dashboard. Dat gaan we niet doen. Het doel hier is om een versie te maken, een kastje, dat in vrijwel elke auto werkt, zolang je maar beschikt over een sigarettenaansteker en een AUX-ingang. Wat heb je daar nu voor nodig? Om te beginnen, het hart van dit alles, dat is deze jongen, de Raspberry Pi. Je kan ook een iets oudere versie nemen. Dit is de meest recente versie, de 3B Plus. Die heeft de snelste processor, dus je weet dat het ja, maximaal draait. Daar moet natuurlijk een microSD kaartje in, want daar zet je de software op. Een touchscreen hebben we nodig. Wij hebben gekozen voor deze unit. Dit is de officiële 7-inch Raspberry Pi touchscreen. Deze hoef je niet te gebruiken. Je kan online bijvoorbeeld ook een 10-inch scherm. Of misschien wil je wel een soort Tesla bouwen, wil je een 17-inch scherm. Kan allemaal, weet wel dat het dan mogelijk is dat je tegen wat probleempjes aan gaat lopen bij de integratie. Want deze wordt heel simpel met een ribbon cable en twee kleine kabeltjes aangesloten. En vaak als je een ja, niet officieel scherm gebruikt, moet je nog met USB en drivers gaan klooien. Dus het kan wel, maar dit is de wat makkelijkere oplossing. Nou, die sluiten we daar zo meteen op aan. Wat hebben we nog meer nodig? Dit is een real-time clock, een RTC, want een Raspberry Pi kan als de stroom eraf is niet de tijd onthouden. Daar gebruiken we deze unit voor. We hebben nog wat ribbon cables, we moeten het geheel aansluiten en natuurlijk een behuizing. Nou, elke behuizing waar deze combinatie in past is prima. Zoals gezegd, je zou het zelfs kunnen inbouwen. Wij gaan voor een losse. Deze is van het bedrijf ModMyPi. Kost niet al te veel, hij is wel stevig en je kan netjes bij alle poorten die je hier ziet. De software die dit alles mogelijk maakt heet Crankshaft NG en kun je eenvoudig via Google vinden. De image hiervan die schrijf je weg naar een microSD kaartje. Op je telefoon moet je vervolgens de app van Android Auto installeren. Deze staat helaas niet in de Nederlandse Play Store, dus je zult een los installatiebestand van apkmirror.com moeten halen. Zoals je ziet, hij zit al voor een groot deel in elkaar. We doen de achterkant er nog eventjes niet op, want ik wil eerst even testen of hij het doet. En dan gaan we eerst in de software zelf, in Crankshaft, even de instellingen goed zetten. Nou, we voeden hem nu even uit de muur, maar dit moet natuurlijk later in de auto gewoon via de sigaretten aansteken gaan. Nou, hopelijk doet hij het. Maar ik zie beeld inderdaad. Dit is de interface van Crankshaft, dus dit zie je als het goed is niet veel. Want zodra ik hier mijn telefoon nu op aan zou sluiten, dan krijg je Android Auto te zien. Maar soms wil je hier wat dingen in kunnen instellen. Dus je hebt hier de settingsknop. Je hebt dan allemaal verschillende soorten tapjes. Je kan zeggen, rij je links of rechts van de weg. Dus kijk je eens vanuit Engeland, wil je dat misschien anders doen. Je moet ook zelf maar even door de settings heen lopen. Je hoeft hier niet heel erg veel aan te passen. Zometeen wel. We hebben nu de audio niet aangesloten, maar dan kun je hier kiezen of je USB of normale audio wil. Daar moeten we zo meteen eventjes naar kijken. Je kan even de helderheid van het scherm regelen. Wat hier belangrijk is, is dat je aangeeft wat voor hardware je aangesloten hebt. Dus hier staat de DAC, de audio, dat is onboard, dat klopt. Wij hebben een RTC toegevoegd om de tijd te kunnen onthouden. En dat is er een van de type MCP7940X. Dus je kan gewoon hierop tikken, dan krijg je een drop-down met allerlei soorten RTC's. Zorg ervoor dat je, als je deze koopt, dat je deze doet. Maar koop je zelf een andere RTC, moet je even het type nummer erbij opzoeken. Nou, omdat we een RTC hebben, kunnen we de tijdzone instellen. We kunnen de datum en tijd instellen. En dan weet hij ook wanneer hij over moet schakelen van dag naar nacht. De PiCam staat hier al aan, maar die heeft nog niet afgesloten. Daar komen we zo meteen even terug op. Maar het belangrijkste hier is dat je de tijd instelt. En hier komen we zo meteen ook terug, want hier kun je de functies van de GPIO pinnen.
instellen. Je hebt van die pinnetjes op het Raspberry Pi moederbord en dan kan je een signaaltje opzetten om iets te doen. Bijvoorbeeld omdat we de achteruitrijcamera willen inschakelen. En hier kun je dan instellen welke pin die op moet letten, op welk signaaltje om dat te doen. Maar voor de rest staat dit standaard eigenlijk redelijk goed. Zo, die zit dus in elkaar. Dan moeten we hem alleen nog eventjes monteren. Nou, dat is een groot woord eigenlijk. Want het is een kwestie van een magneetsticker daar tegenaan doen. We hebben hier de houder. Ga je nou een beetje wild rijden met die auto, dan zou je ervoor kunnen kiezen om twee houders te gebruiken. Want het is nog wel wat gewicht wat eraan hangt. En voor de rest zijn het eigenlijk wat kabeltjes die we in moeten pluggen. Dit is de aux, is voor de audio. Als je nou echt helemaal niks anders hebt, dan doe je die daarin. Dat gaan wij nu niet doen, want mijn auto is al voorbereid met een Bluetooth car kit. Dus als je dat hebt, dan kun je die gebruiken. Dat scheelt weer een kabeltje. Moet je wel wat instellingen aanpassen, maar ik ga je zo laten zien hoe dat werkt. Dan hebben we hier de microfoon, want we willen natuurlijk kunnen praten tegen dit ding. Ik ga nu even quick and dirty wegwerken. Wil je dat nou mooi doen, zijn we eigenlijk onder je dashboard langs. Hier omhoog, hierheen, net zoals met dit dingetje. En dan komt hij hier uit. Maar voor nu doen we dat gewoon eventjes zo. Nou, hij krijgt de stroom van de 12 volt, dus zodra we de auto starten, gaat de ruitenwisser mee. Maar zal je zien dat deze nu begint met booten. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat we zagen toen we op de redactie in elkaar hebben geschroefd. Wat helaas nog niet kan, en dat is ja een beperking in de software, het zou helemaal mooi zijn als je je bestaande Bluetooth microfoon kan gebruiken, maar dat kan dus niet. Dus je zal altijd een los microfoontje aan moeten sluiten. Nou, als je dit hebt, dan is het nog een kwestie van de USB-kabel inpluggen. En die hebben wij hier. Nou, zoals je ziet, nu staat hij niet aan. Dan zegt hij zometeen USB detected of connected. Nou, dit is dus de hoofdinterface van Android Auto. Die hebben we ook eerder laten zien. Dus we kunnen hier navigeren. Nou, omdat we het microfoon hebben aangesloten, zou ik bijvoorbeeld nu kunnen zeggen: oké. Okay. Navigate to the nearest gas station. Navigating to BP. Je kunt je Android Auto Unit nog veel verder integreren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om fysiek in het dashboard in te bouwen. Hier heb je een zogenoemd dubbel DIN frame voor nodig. Waarschijnlijk gaat het dan ten koste van je radio, dus je zult dan weer een extra versterker aan de Pi moeten koppelen. Ook kun je de Pi aansluiten op je accu en het contactslot, zodat die netjes samen met je auto aan en uitgaat. Laatste wat je kan doen, en dat laten we hier nog even zien, de Raspberry Pi camera. En dit is dan die speciale versie met een fisheye en twee infrarood LED's. Hiermee kun je dus een achteruitrijcamera maken. Dus elke keer als je achteruit rijdt, dan krijg je hier het beeld op te zien. Om dat te demonstreren heb ik even een klein knopje aangesloten. Gaat weer via die GPIO-pinnen, dus je kan zelf in de software kiezen welk pinnetje dit moet activeren. Maar je zit nu gewoon in Android Auto, dan druk ik op de knop. En als het goed is, verschijnt dan het camerabeeld met twee lijntjes. Die je een beetje moeten gidsen bij hoe je auto rijdt. En als je hem weer loslaat, dan gaan we weer terug naar Android Auto. Ook dit kun je weer nog verder integreren. Dan zal je wel sowieso, als je dit doet, flink in je auto moeten gaan zagen en boren. Want dit moet natuurlijk wel ergens bij je bumper beneden. Maar als je het helemaal mooi wilt doen, dan moet je nog eens kijken waar de lijn loopt of het stroomsignaaltje van je achteruitversnelling eigenlijk. Want zodra je die inschakelt, dan gaat natuurlijk een lampje achterbranden. En als je dat lampje aftapt en hierop zet, zal dit volledig automatisch gaan. Maar dus wel voor iemand die er echt wat geavanceerder mee aan de slag wil. Ben je na het zien van deze video nou enthousiast geworden en wil je zelf ook zo'n unit bouwen? Je ziet, het is niet heel erg moeilijk. Wij hebben ongeveer iets meer dan €200 betaald. Dat is nog exclusief het hele cameradeel. En het hangt een beetje vanaf hoe slim je shopt. We hebben vooral binnen Europa en Nederland gekocht. Maar laat je heel erg veel dingen van sites als AliExpress komen, dan moet je het ook wel voor rond de €175 kunnen doen. Check vooral het geschreven artikel, want daar hebben we een complete boodschappenlijst met alle onderdelen benoemd. En eigenlijk alles wat je nodig hebt om zelf dit project te bouwen.